Is te lang wachten. Kom op. Kom op, we kunnen dit. Succes, jongeman. Succes. Niet ideaal. Nee, godverdomme. Mediums? Nee, dikke lul, gast. Waarom de safety car, gast? Dit is zo kut. Ja, als nou 4C was prima, maar... Ja, inderdaad. Maar gewoon helemaal niks. Ik weet niet. Medium, ik ga met op de medium, denk je? Nee, ik ben echt dom als je dat. Ik ben echt best wel dom. Iemand is, voor mij is YYY voor... Okay. Iemand is naar binnen, denk voor wing damage ofzo. Ja, Aiden. Aiden in een, Lordy denk ik ofzo. Of Harry. Yeah. Dat is steeds kwijt zijn. Dat kan naast gaan de hele tijd. Gaat hij dan sneller? Ja, of echt een stuk wel. Ik kreeg dat op Japan, ging echt fucking snel. Idealiter willen we dat het deze ronde weer doorgaat, maar... Dat zie ik niet gebeuren. Nee, volgende rondje pas. Die is best. Ik zal niet waarom hij niet blijft. Dan kan ik je zoveel helpen. Geef Campbell, hè? Ja, maar je kan met penalties en zo. En... Dat doe Campbell. Nee, maar met warnings en zo, dan kan je ook allemaal zien. Dat is waar. En je bent live natuurlijk. Laten we een paar seconden achter. Pas wel dat je niet gedisqualificeerd wordt ofzo. Nee hoor. Ik weet precies ook dat ik het er vaker gedaan disqui. Kijk, zie je? Het helpt wel. Nou, dit rondje gaat hij al naar binnen. Ja, YYY is voor Gary. En nog een Renault, denk ik. Eerst is Gary, zeg hem dan. Keurig is ook voor. Nee, McLaren zit ervoor. Ja, wel zullen bedoel ik. Kirk en White Ryan voor Gary. Die man had deze ronde doorgaan. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety car. Dan ga je naar binnen op dit punt hier beneden.
Ja, dat is echt mij. Zoals altijd, Ido. Zeg maar wanneer je gaat, ongeveer dan probeer ik iedereen te halen. Ik ga heel laat. Ik ga heel laat, bijna bij de finishlijn. Zeg maar wanneer zodat ik dan een keer kan inhalen. Ik wil heel graag. Zeg maar wanneer. Nu. Ach. Slip, dank je. Daar. En ik ben gespind. Dat is kut. Cookies doorheen. Oh, ik heb een seconde cookie. Hoppatee. Focus. Ik heb schade. Ah, kut. Ik heb 2 seconden cookie. Ik ga rustig rondjes eerst de drip en drink krijgen. Ik hoop echt dat er gewoon geen safe scanner komt. Heel kut voor jou. Altijd precies, je moest altijd jou hebben. Ja, ze waren 3 bij het in bocht 2 en ik weet niet precies wat ik. En ik had cookie aan de binnenkant, aan de buitenkant en een keer aan de binnenkant. Je had gewoon gesandwiched, ja. Ja. Dat is klote, man. Tot mij stuur ik ook weer nog killer, maar als dit hier was, dacht ik helemaal. Wat? Niet zeker. Wat groter dan cookie. Schade helpt echt niet. Pff, ik zit in de trein, man, wat ben ik groot.
ik eerder pitten of Weet ik niet. Ik weet niet wat je bit kan doen. Je wint niet heel veel tijd ermee. Aangezien die soft best wel lang goed blijven. Someone's come up ahead of you. There's a yellow flag ahead. We're approaching the pit window. You'll be on the medium. Volgende ronde, daar ben ik met de klim opgehaald. Green flag. Ik ga nog 12 naar binnen en dat we toch een safety hebben gehad. Oh mijn god, wat ben ik aan het doen? Ik krijg damage in de pits, man. Pitlane. Ik ben echt een mogel. Box, we're coming in this lap. En ik heb geen extra soft meer of medium meer omdat ik op soft heb gekozen. Ik word hier helemaal gek van. Ik weet niet. Ik weet echt niet wat je moet doen. Ja, je gewoon best wel minus kan blijven. Nee man, ik heb echt keiharde schade. Nee, ik ga gewoon niet daarheen. Het is echt Pit. Gary's ook naar binnen. Moet nu wel pushen.
vehicles to start falling away soon. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Safe. Ik heb hem safe genomen. Kom op. Ik zit nog steeds buiten de DRS van Cookie. Nee, hier niet. Op twee. Kijk, 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 dit is nou mooi. Gary is P3 trouwens. Als je ook al voor de pitstops. Ja. Alleen Kom op, ik moet je wegrijden in de middelsector. Ja. 18e, 17e. Man, ik ben echt slecht. Dat is zo zuur. Kan ik het verkloot hebben?
Ik zeg maar nu al beter buiten DRS. Ah, mooi. Die gaat er wel in. Ja, die gaat er wel voorbij. Geloof ik ook wel. En zij dan ook laat remt. Ik probeer dit, maar... Nee. Echt wel, daar ben je op halverwege. Drie wijd gewoon. Dus of ik stuur laat in en ik laat killer toe, or, of ja, dat is gewoon gemakkelijk. Ik heb extra een warning gepakt. Hoeveel warnings heb je? Eentje, maar ik heb extra eentje gepakt om even dat gat te krijgen. Oh, ik heeft twee warnings. Ik weet niet hoe je geen penalty heeft. Dat is echt apart. Hij heeft al twee warnings, dus... Nu al, jezus. Het ging heel wijd. Dan had je team uit. Oh, hij heeft een fout gemaakt. Ja, jezus, hoppatee. Kijk, dat moet ik nou hebben. Fouten van hem. Ik maak echt geen fouten, want ik zit echt in een flow nu. Hij heeft heel weinig ERS, 10%. Ja, en zit nog steeds in zijn DRS. Dan zeg ik close-up. Het is echt vervelend. Hij blijft altijd in zijn DRS zitten. Hij is ook wel van low ERS een beetje weg te trekken. Heel voorzichtig om mijn gas gaan overal. Ik ga geen limiet opzoeken. Dat is helemaal niet nodig. Nee, iemand gaat traag. Als er nu CTK komt, doen we helemaal pest. Even een 4 het gat. Kijk, dan ook hebben. Ja. Kijk, dat is 10.8. Rick zit nog steeds in de DRS van Gary.
god, alleen maar groter. Ja, dan gaan ze door. Ik heb push niet eens, ik rij gewoon normaal. Ze zijn gewoon normaal rondrijden van mij. Hier weer, bijna 7 weer. Ja, doe je goed. Voor mij heb ik maar 2 rondjes gehad in de 11 op mijn medium cent. Of 1. Ik kan echt niet geloven dat ik het gewoon gesleurd heb. Of ik weet niet of ik het. Het was gewoon 3 wijd en ik weet niet waarom. Het was gewoon 3 wijd voor geen enkele reden. En natuurlijk spinnen wij allebei, maar die koude Sloveen niet. Ik verlies al mijn tijd om zelfs ronde in de laatste sector. Door de DRS. Nee, oh, ook DRS. Door die DRS ook nog eens. Oh, 11. Kun je de 11 negen? Ik weet niet, Altijd. Wat had ik ook in? 11 negen. Of 10 negen, sorry. 10 negen. Ik kan er zeggen, 11 negen is wel erg extreem. Kerry deed ook een 11. 10 negen. Ik neem een 1 rondje wat langzamer, dan kunnen we gewoon wat sparen voor mijn ERS. Ik doe mijn gearbox even een beetje saven. Is dat een issue? Ja, het kan zomaar zijn. Kijk maar naar Gary USA. Als Kakkie tweede wordt en Gary wordt 12, 6 punten. Net als Kakkie vaste lap heeft, wat hij. Heeft hij. Die heeft hij wel. Oh god. Dus als Rick pakt, dan is hij klaar. Hoeveel orange heeft Gary? Eén. En Rick heeft een 5 seconden tijd penalty, dus dat komt goed. Vliegen. Of 2, wat reed jij? Of 4, ik neem wel zeer als aan het sparen. Ik krijg wel langzame rondtijden. Express. Dat is zijn snelste race. Dan ga ik wel tot snel rijden. Nou ja. Ik denk niet dat hij zomaar een 11 of een 10-5 eruit gooit hoor. Ik kan het wel als ik wil, maar. Weet je, ik ga het risico niet nemen. Ja hoor. Ik ga het risico gewoon niet nemen. Nee. Ik heb een koekje spinnen bijna. Hij heeft geen eres. Niks. Ik wel. Ik heb er nu gewoon weer 10-9. Ik krijg heel safe door de SNS. Ik weet niet of je me spectate. Ja. Ik krijg heel voorzichtig door de SNS. Gewoon easy lijnen. Ik ben zo aan het pushen, man. Ik ben zoveel ERS. Ik weet dat ik op dit moment niet. Wie Cookie? Ja, met een keihard. Ik push niet eens, ik kan nou, ja, ik rijd wel door, maar ik push niet als een gek. Zoals hij doet. Ja, hij moet me inhalen, dat gaat niet gebeuren. Dan ga ik gewoon harder rijden. Al hoopte ik dat ik nu achter jou zo zat, achter in DRS, man. Want ze waren bijna weg geweest. Ja, klopt. Hij is wel dichterbij gekomen. Maar ik heb hem toegelaten. Nu ga ik gewoon doorrijden. Ik ben focus. Gary verliest die tijd. Oké,
hij heeft. Nog steeds twee. Ik heb er nog maar één. Ik heb twee warnings. Gary heeft één warning. Oh, dat is... Oh, ja, Cookie Pen. Hij verloor de auto bijna, hij heeft een penalty. Mooi zo, geen stress. Ik zeg al 60 RS. Net al. Ja, hij heeft ook niet makkelijk met Rick achter zich. Nee, je was gewoon heel keer met de DRS. Ik krijg gewoon niet. Ik krijg exact zo'n rondtijd. Of zelfs een ronde. Dat is ook prima. Exact. Moet maar kijken. Kijk even. Ja, inderdaad, precies een 7. Je verloor wel 14 en daarnaast zegt hij lekker de snelste over. Ik neem aan dat ja, DRS is. Ja, dat is DRS. Oh, ik ben zo teleurgesteld. Zo. Oh, gewoon verbetering. Punt 6. Dus. Ik heb de 9 volgens mij. Dat zegt je net. Car's dropping back by 3 times a lap. Gary doet 11. Die Rick achter hem zit hem echt op te jagen. Dat is al safety car, jongen, ook helemaal lijp. Nee, ze rijden allebei nog gewoon mooi. Holy shit. Als die mensen even normaal blijven doen. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Ah, dit is een 10-6. Wie? Cookie. Heeft hij echt zwaar gepusht. 10-6-6. Ik heb 10-6-4-0. Oh, Gary moet verdedigen. Gary houdt zijn positie. Dit is niet wat hij wilt. Cookie verloren bijna. Gary zit echt onder een enorme druk. Ik deed 11-2, dat was gewoon zijn één rondje dat hij keihard ging pushen. Keihard wordt ingehaald, je heeft geen ERS. Ja, je moet gewoon toelaten jongen. Ik zal zijn, als het hem was,
geen risico meer. Ik ga het gewoon toelaten. Ik ook. Blijf gewoon zeren. En het is een DRS, het is safe IRS. Rick pak hem laatst vijf seconden tijd penalty. Ook dat nog. Ze hebben echt niet nodig gewoon. Tenminste, hij kan het niet weten eigenlijk. Zelfs dan, Corrie gaat echt nooit vast snelste race ronde krijgen. Gast, ik weet je wel hoe safe ik eigenlijk ben. Ja, ik hoop dat je wint, man. Dat is goed. Stil zijn, zet laatste 6 randjes. Alleen zie je iets ergens gebeurd. Heeft een time penalty plus 2 warnings. Oh jezus. 9-9. 9-8 Ja, dat wordt het beter. Oké, okay, gaat hem winnen zoals het nu eruit ziet. Man, wat hoop ik deze race zat. Ik ben echt... Dan rijdt ook gewoon 6. Deze man. Kom nog een rondje en dan kan er geen safety camera komen. Punt 4. We deden punt 6. Ik weet hoe die dat kan rijden. Hij doet het gewoon.
palm zijn bijna 60%. Tweede ronde is kwaad. Ik kan expres wat tijd wegen op Cookie. Rij rustig man, hier. Weet je, ik rij heel veel rustig. Nu, de laatste twee rondjes. Nee, maar nu moet je echt rustig. Let's go. Come on. Sit down. Gefeliciteerd. Thanks, man. Let's go! Come on! Nice. Wat? Is Mark nog gecrashed voor de lijn? Ja. Krijg hij geen punt, wauw. Wel. Nee. Verdient hoor.